Maar is het dan zo? Worden mannen steeds ijdeler? Want daar wij thuis bij de Heemskerkjes zijn dus een klein beetje verslaafd aan dit is Temptation Island en Ex on the Beach. Ex on the Beach. Maar wat ons dus opviel, ineens, of eigenlijk ja, ineens, is dat al die gasten, dus zowel de helft van de stelletjes, hè, je kent het systeem, als de verleiders in het vrouwenkamp, allemaal van die mastodontbulten hebben hierboven en die enorme mannetieten en tattoos tot vlak onder hun kin. En ik denk, dat is zo extreem, had ik het nog nooit gezien. En ook niet één die geen sixpack heeft, of maar gewoon een heel klein lief buikje of zo. Dus totale waanzin. Dit zijn mannen die kunnen uit een baan hebben. Die staan 8 uur per dag in de sportschool.